Tijdens de zomerserie 2018 staat het Zeeuws Orkest onder leiding van gastdirigent Sander Tepen. Voorafgaand aan de laatste repetitie voor de concerten praten we even met hem. Sander, voordat jij werd gevraagd voor het Zeeuws Orkest, had je toen al wel eens van het Zeeuws Orkest gehoord? Jazeker wel. En ik ben zelf een aantal keer gevraagd om mee te spelen. Alleen, ik had zelf een orkest altijd, een harmonieorkest in Bokstel. En die repeteerde donderdagavond, dus daar kon ik helaas nooit meespelen. En nu dus in één keer mijn debuut als dirigent, notabene bij het orkest. Toen kwam je hier voor dit orkest staan. Je kende ons helemaal niet. En hoe doe je dat nou, dat kennismaken met het orkest bij zo'n eerste keer? Uiteindelijk hebben we allemaal één doel en dat is mooie muziek maken en een mooi concert geven. Dus voor de eerste repetitie was het mijn taak om vooral de muziek zo goed mogelijk voor te bereiden. Want ik denk omdat we allemaal hetzelfde doel hebben, namelijk zo mooi mogelijk muziek maken en een mooi concert geven, verbroedert dat meteen. En dan heb je meteen eigenlijk al een klik met iedereen eigenlijk. Verbroedering, dat zegt de directeur van het Watersnoodmuseum ook. Bijzondere locaties. Hoe vind je dat om buiten bij het Watersnoodmuseum te gaan spelen? En dat is natuurlijk een ongelooflijke ramp geweest. Dus ik denk dat een heel bijzonder concert gaat worden. Met een heel bijzonder programma ook nog eens. Dus ik kijk er heel erg naar uit, moet ik zeggen. Absoluut. Heel bijzonder programma. Welke stukken gaan we spelen? Bij het concert bij het Watersnoodmuseum spelen we een speciaal werk gecomponeerd in 1953 door Nederlands componist Lex van Delden, In Memoriam. Daarnaast spelen we Le Boeuf sur le Toit, Daar is Mio. En daarnaast hebben we een heel bijzonder werk, een mini-opera van Kurt Waal, Die Sieben Todsünde, met een fantastisch herenkwartet en Francis van Broekhuizen. Dus dat belooft een zeer speciaal en mooi concert te worden. Stel, het Zeeuws Orkest vraagt: Sander, wil je nog eens een keertje met onze serie doen? Wat ga je dan zeggen? Ja, ja, dat kan ik heel simpel zeggen. Jazeker, ik kom met heel veel plezier. Kom ik weer terug.